Presentatie van de Easy Haler. De Easy Haler is een inhalator met navulbaar poederpatroon. Dat wil zeggen dat de medicatie in poedervorm in een patroon zit. De Easy Haler op correcte wijze gebruiken. Klaarmaken van de inhalator. Haal de inhalator uit het beschermdoosje. Neem de inhalator stevig verticaal vast en schud hem enkele malen krachtig op en neer. Houd de inhalator verticaal rechtop. Inhalatietechniek. Verwijder de beschermdop van het mondstuk. Recht je rug. Houd de inhalator weg van je mond en adem rustig en bijna volledig uit. Let wel op, adem niet uit door de inhalator. Laat de inhalator door te drukken tot u een klik hoort. Plaats het mondstuk volledig tussen je tanden en sluit je lippen goed rond het aanzetstuk. Hou je hoofd licht achterover en adem nu snel en zo diep mogelijk in. Neem de inhalator uit je mond, sluit je mond en hou je adem op gedurende 5 à 10 seconden. Hou de inhalator weg van je mond en adem rustig uit. Indien je een tweede dosis dient te nemen, herhaal je de hele procedure van vooraf aan. Plaats de beschermdop weer op het mondstuk. Nazorg. Spoel steeds achteraf je mond met water door te gorgelen. Slik het water niet in, maar spuw het uit. Belangrijke extra informatie. Klaarmaken van de inhalator voor eerste gebruik. Haal de inhalator uit de folieverpakking. Open het beschermdoosje. Steek de bovenzijde van de inhalator in het doorzichtige deel van het beschermdoosje. De beschermdop op het mondstuk van de inhalator verhindert het per ongeluk in werking stellen van de inhalator bij het plaatsen in het beschermdoosje. Als u de inhalator niet direct gebruikt, sluit dan het beschermdoosje. De teller. De inhalator heeft een teller die het resterend aantal dosissen aangeeft. Per 5 dosissen beweegt de teller verder. Als een rode markering in het venster verschijnt, zijn er nog 20 dosissen ter beschikking. Als de teller 0 aangeeft, is de inhalator leeg. Vraag meer info aan uw huisarts, specialist of apotheker.